nou maar weer dan de hele dag door de natuur heen te stappen. Gewoon. Ik wil heel graag over de Veluwe lopen terwijl het nacht is. Omdat normaal het gebied gesloten is. En nu kun je gewoon naar binnen en ik hoop wat mooie dingen te zien. Binnen 10 dagen sponsors bedenken. Ik moest 42 kilometer lopen, wat ik sinds 67 niet meer gedaan heb. Wat was er nog? Ik ja, had je wou ook nog wakker blijven. Oh ja, wakker blijven. Dat is het moeilijkste voor mij, s'nachts. Nou, dat gaan we nu doen. Bij checkpoint 1 en de weg tot nu toe was heel goed te doen. Dus als de rest ook zo gaat, komen we heel goed aan. Het is een hele mooie omgeving. Ja, echt erg mooi. Veel heuvels, dat is wel pittig af en toe. Ja, we lopen mee voor natuurmonumenten en als training voor de Kilimanjaro, wat we van plan zijn om te gaan doen, ergens volgend jaar. Maanden geleden kreeg ik per e-mail een uitnodiging om te gaan lopen. En toen dacht ik gelijk, dat is een mooie gelegenheid. Ter herdenking van mijn overleden vrouw, die is vorig jaar overleden in oktober. Om dit te doen, ook omdat morgen eigenlijk mijn 30ste trouwdag zou zijn. Zij wisten van niks, maar zij moesten mee. Dus we lopen hier samen. Veel meer dan gewoon, want ik heb zelf al een aantal marathons gerend, maar dit is gewoon zoveel meer dan dat. Het is echt fantastisch. Op een gegeven moment de wilde zwijnen die echt om ons heen zo voorbij kwamen rennen en bleven staan. Ja, vanuit het niets opduiken in één keer voor je. Gewoon een tukkie licht te doen midden op pad. En dan zeg ik, ja, dat is heel mooi. Je krijgt maar één keer per jaar de kans om hier te lopen midden in de nacht. Dan kan je er maar beter iets moois van maken. Ja.